Goedemiddag. Ik ga iets met jou delen over geld, over goddelijke principes van geld, waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt, nog nooit over hebt nagedacht, zelfs niet als je een geldexpert bent, zelfs niet als je een heleboel onderwijs hebt gehad over geld vanuit de christelijke wereld. Die inzichten die ik van God heb ontvangen, die ik gewoon met jou ga delen zometeen, heb ik nog nooit over horen preken. Toch geloof ik dat het van God is en dat de tijd ook rijp voor is nu dat we op een andere manier naar geld gaan kijken, namelijk op een geestelijke manier, vanuit het hart van God. En niet vanuit de aardse manier waarop we dat tot nu toe hebben gedaan. Ik wil graag een zegen vragen en dan wil ik datgene gaan delen wat God me op het hart heeft gelegd. Hemelse Vader, ik u dank dat u mij nieuwe inzichten heeft gegeven over over wat geld is en hoe geld bedoeld is in uw koninkrijk. En hoe we met geld hele mooie dingen kunnen scheppen en creëren. Heer, hoe geld gebruikt kan worden en ingezet kan worden om de wereld te transformeren naar uw koninkrijk. Heer, ik bid, wilt u mij de woorden in mijn mond leggen en wilt u er ook voor zorgen dat deze boodschap zijn weerklank vindt in harten van mensen. En dat het van daaruit ook gedeeld gaat worden, niet omdat ik iets zeg, maar omdat de waarheid van uw geest herkend gaat worden in de harten van mensen die dit horen. Heer, zo bid ik, Heer, wilt u met uw heilige geest door mij heen spreken in Jezus' naam. Amen. We hebben gehoord, ons is onderwezen, dat geld eigenlijk een ruilmiddel is. Maar dat is slechts maar één klein element van wat geld is. En het is eigenlijk het aardse stuk ervan. En op het moment dat jij geld gaat zien als ruilmiddel, dan zit je eigenlijk al in je ego. Want dan ga je iets, je wilt iets en dan moet je iets tegenoverstellen. Dus eigenlijk is het heel erg ik-gericht. Ik wil iets en ik heb er geld voor nodig. En als ik iets groots wil, heb ik meer geld nodig. En Jezus zegt, de wortel van alle kwaad is geldzucht. Dus eigenlijk op het moment dat jij geld als ruilmiddel ziet, wordt eigenlijk het ego gevoed. Nou, daar wil ik radicaal mee afrekenen. Zolang je nog daarin zit, in het kopen en verkopen, ben je altijd bezig met meer. Ik wil meer, want ik wil iets hebben en daar heb ik meer voor nodig. Ik wil eigenlijk vanuit een hele andere invalshoek naar geld gaan kijken, namelijk geld als energie. Nou, dat heb je wel waarschijnlijk nog ook wel eens gehoord, dat geld energie is, omdat alles energie is. Maar op het moment dat je geld als energie gaat zien, en ik ga er eigenlijk nog een stapje verder, ik wil geld eigenlijk gaan zien als zaad. Zaad waarmee je kunt gaan zaaien. Dus niet iets, een ruilmiddel of waar je iets mee kunt kopen, maar zaad waar je mee kunt zaaien. Het is een energie waar je iets mee kunt creëren. Daar is het voor bedoeld. Het is niet een zuigding, het is niet op de ego gericht, want zo gaat de wereld ermee om. Ik wil meer, ik wil meer. Maar op het moment dat je geld gaat zien als heilig zaad, waarmee je dus iets kunt creëren, en je doet dat vanuit liefde, dan wordt geld ineens een middel waarmee je het koninkrijk van God kunt gaan bouwen. Maar het gaat nog veel verder en ik ga je zometeen daar nog meer over duidelijk maken. Want het gaat namelijk veel verder dan wat je in veel kerken hoort met de principes van geeft en er zal gegeven worden. Want daar heb ik ook heel veel onderwijs over ontvangen, maar ook dat is maar een heel klein onderdeeltje van de werkelijke betekenis van geld als zaad, als heilig goddelijk zaad. Want ook het geven aan de kerk of aan goede doelen kan weer ego gericht zijn. Je kunt weer gaan geven met als doel om te ontvangen. Omdat God belooft dat je als je geeft, dan ga je ontvangen. Dus het is weer een ego gerichtheid. En los daarvan, en dat ga ik je zo meteen duidelijker maken, zodat je het ook het complete plaatje gaat begrijpen, is het ook niet zo in principe dat het altijd zo werkt dat als je geeft, dat je dan ook weer terug gaat ontvangen. Want het gaat er ook om hoe je geeft en waaraan je geeft. Want op het moment dat je gaat realiseren dat geld zaad is, dan is het dus, net als in natuurlijk, is belangrijk waar ga je in zaaien. En
Daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. Ja, wel in het geven van tiende, hè, van zorg dat jij je tiende geeft aan het Koninkrijk van God. Hè, dat is een Bijbels principe, dat 10% van je inkomen, om dat aan God terug te geven. Hè, dat is een oud-testamentische wet. Wij zitten nu in het Nieuwe Testament, dus wij zitten niet meer onder de wet. Maar die goddelijke principes zijn zegenrijk. Dus als je dat toepast, dan zul je daar de zegen van ervaren. Maar dat is niet waar ik het over ga hebben. Ik wil er eigenlijk helemaal los van komen, omdat je anders onder de wet zit. En als je niet begrijpt waar het over gaat, dan kun je er weer heel verkeerd mee omgaan. Dan kun je er weer wettisch mee omgaan. En ja, helaas gebeurt dat ook veel in kerken. Er wordt manipulatief mee omgegaan. En eigenlijk is het dan weer heel snel ego-gericht. Hè? Want een bedienaar, een voorganger, een minister, hè, die heeft geld nodig. Dus ja, dan passen die teksten natuurlijk heel mooi. En dus dan kun je daarover gaan onderwijzen, zodat mensen ja, hè, gemotiveerd worden om geld te gaan geven. Nou, dat is niet waar dit over gaat. Waar gaat het wel over? Het gaat over dat je gaat begrijpen, en ik bid gewoon dat de Heilige Geest het jou duidelijk gaat maken, dat geld is energie, is heilig zaad, waar jij iets mee kunt doen. En alles wat jij met geld doet, dus niet alleen aan de kerk geven, maar ook hoe jij je geld uitgeeft in de supermarkt, wat jij koopt met jouw geld, is allemaal zaad. Wat jij zaait, en wat je zaait, dat zegt de Bijbel ook, hè, wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Nou, op het moment dat jij geld als zaad gaat zien en je gaat geld als energie zien, want we weten dat alles is uit het licht, uit energie ontstaan. Hè, dat weten we vanuit de kwantumfysica, maar vanuit de Bijbel weten we dat al heel lang, want God is licht. En God begon te scheppen met er zij licht. En vanuit dat licht is al het andere ontstaan. He, dus eigenlijk is alles trilling en is alles op een diep niveau met elkaar verbonden. Dus op het moment dat jij energie steekt in iets, dus als jij zeg maar iets koopt, als jij met jouw geld iets koopt, dus als jij, dan ga je iets zaaien. En op het moment dat je dat gaat realiseren, dan ga je ook ineens bewust worden van het feit dat je ook wel eens verkeerd kunt zaaien. Want waar jij namelijk je geld aan uitgeeft, daar ga jij je energetisch mee verbinden. En het gaat zich vermeerderen. Dus op het moment dat jij iets koopt en het product is eigenlijk helemaal niet goed voor jou, dan zet je iets in beweging. Dan zet je een negatieve energie in beweging. Want je koopt niet alleen een product wat niet goed is voor jou, maar met het kopen van dat product zaai je ook in het productieproces waaruit dat product tot stand is gekomen. Ja, even een voorbeeldje. Er zijn natuurlijk heel veel producten te kopen in de supermarkt en überhaupt in de markt. Dat als je daar wat verder in gaat duiken, dan is dat productieproces van waaruit dat product is ontstaan, is eigenlijk helemaal niet zo zuiver. Misschien worden er veel chemicaliën gebruikt, worden er oerwouden gekapt, wordt er kinderarbeid gebruikt. Dus dat product wat op de plank staat, dat ziet er heel mooi uit. Maar als dat op een ongoddelijke wijze, een destructieve wijze tot stand is gekomen, en helaas zijn heel veel producten en diensten zijn tot stand gekomen op een ongoddelijke wijze, waar heel veel destructieve energie in zit, en jij koopt dat, dan ga jij je verbinden met die negatieve energiestroming. En dan ga je er zelfs in zaaien. Dus het komt ook nog eens een keer op je bordje terug. En als je zo gaat nadenken over geld, en dat is de diepere betekenis van geld, dat betekent dus alles wat jij koopt, daar ga je mee verbinden. Dan ga je ineens heel anders en veel bewuster en veel voorzichtiger kopen. Maar even een voorbeeldje te noemen. Een paar jaar geleden had ik een nieuwe smartphone nodig. En toen dacht ik van, ik was al een beetje bekend met deze principes. Je kunt niet van de een op de andere dag daar alles in veranderen. Maar ik ga een paar voorbeelden uit mijn eigen leven noemen, zodat je gaat begrijpen hoe die geestelijke principes werken. Dus ik ging zoeken van, oké, ik ga kijken, is daar een smartphone, ik wist niet of het bestond, is daar een smartphone die geproduceerd is op een
vriendelijke wijze, op een milieuvriendelijke wijze, op een wijze waar gelet wordt op arbeidsprocessen, dat er geen kinderarbeid, dus zo milieuvriendelijk mogelijk. En dat het gemaakt is vanuit een proces wat, wat een heel mooi, waar ik achter kan staan, waar ik een goed gevoel bij krijg. Nou, tot mijn grote vreugde bleek Nederland een ondernemer te hebben die jaren geleden daarmee aan de slag is gegaan. En die had het idee ook van ik wil een smartphone maken die zo milieuvriendelijk mogelijk gemaakt wordt. En daar kijkt hij zowel naar de arbeid als de materiaal die worden gebruikt als de duurzaamheid. En ik heb dat gevonden en het bleek Fairphone. Is zo'n telefoon, je betaalt er iets meer voor. Maar als je ziet langs wat voor wegen dat productieproces gaat en dat er over alles is nagedacht om het zo optimaal vriendelijk, milieuvriendelijk mogelijk, mensvriendelijk mogelijk en duurzaam mogelijk te maken, dan betaal ik graag daaraan mee. Ik betaal er iets meer voor. De specificaties zijn iets minder, maar ik heb er een heel goed gevoel bij. Want ik heb een product waar ik waarvan ik weet, dit is met liefde gemaakt. Dus ik heb niet zelf alleen een mooi product gekocht, maar ik heb ook geïnvesteerd in een prachtig productieproces waar ik ook graag mijn aandeel in wil hebben en waar ik me graag mee wil verbinden. Nou, dat is één dingetje. Maar ook op het gebied van voeding maken wij tegenwoordig gewoon steeds meer keuzes. Zo ga ik ook steeds meer bewuster kiezen voor biologisch voedsel. Ik kies heel bewust biologische eieren. Die kosten meer. Biologische groenten kost meer. Als je het vanuit de ego bekijkt, maar als je het geestelijk bekijkt, zegt waar zaai ik in? Wat wil ik graag in de toekomst zien gebeuren? Welke productieprocessen wil ik graag in zaaien? Hoe wil ik graag dat de wereld er over de komende 10 jaar uitziet? Dan wil ik daarin gaan zaaien waarvan ik weet dat het productieproces met liefde is gedaan. Met respect voor de natuur, met respect voor de mens, met respect voor het milieu. En dat ook daadwerkelijk wordt gekeken, is dit product ook goed gezond voor de mens? Daar betaal ik iets meer voor, maar uiteindelijk is dat veel en veel waardevoller, want ik investeer liefde en energie niet alleen in het ei, wat overigens ook vaak ook gezonder is, maar ik investeer ook in het productieproces. En zo zijn we ook steeds meer lokaal aan het kopen via boerderijwinkeltjes, omdat we ook lokale productie, biologische producten willen stimuleren. Maar zo kun je eigenlijk steeds verder gaan nadenken, waar ga jij in zaaien? Dus het is niet alleen maar het geven van tienden en het geven van offers aan christelijke instellingen of aan goede doelen. En bovendien zijn goede doelen niet altijd goede doelen. Vanuit deze principes die ik je nu kenbaar maak. Want als ik geef aan een stichting of aan een minister en die persoon of die stichting die is helemaal niet zo oké bezig, die is helemaal niet, maar misschien op één vlak wel, maar op heel veel andere vlakken niet, ja, dan kun je afvragen, is dat wel de beste manier om in te zaaien? Wil je daar wel echt aan verbinden? Want ook in mijn giftenpatroon ben ik heel bewust bezig met welke bediening wil ik mij geestelijk mee verbinden. Waar wil ik in zaaien? Waar wil ik in oogsten? Waar wil ik me geestelijk mee verbinden? Dus het is het bevat eigenlijk alles. Tot aan de keuze toe van waar ga jij bankieren? Er is ook in het bankwezen is natuurlijk heel veel gaande en ook daar heb ik bewuste keuzes in gemaakt. En je kunt daar veel en veel verder in gaan. En ik ben daar ook nog niet. Dus het is een proces van bewustwording. Maar ik geloof dat als we dat allemaal gaan doen, en we gaan niet zomaar de supermarkt in en trekken maar alles van de plank, wat wij graag willen hebben, zo goedkoop mogelijk. Want dat is niet dat zegen. Want je houdt een productieproces in gang waar we eigenlijk met elkaar vanaf willen.
Nou, dat gaat niet lukken als we die producten en diensten blijven afnemen en blijven kopen. He, want met elkaar besluiten wij welk productieproces door blijft gaan. En dan kun je wel zeggen van ja, maar mijn keuze maakt er niet zoveel in uit. Maar dat is een verkeerd denken. Want er is maar één jij. En jij creëert namelijk je eigen energetische wereld. En waar jij in zijt, ga jij ook persoonlijk in oogsten. En natuurlijk als er miljoenen mensen die keuze gaan maken, dan gaat het ook heel zichtbaar worden in de wereld. Maar het gaat ook zichtbaar worden in jouw persoonlijk leven, welke keuzes jij maakt in de supermarkt. Of je nou een biologisch ei neemt, of een ei van een die van de legbatterij. Niemand zal dat merken. En je zegt, nou ben ik lekker goedkoop uit. Maar energetisch gaat er iets stuk. Want jij maakt iets stuk door een verkeerd ei te kopen. Jij doet God verdriet omdat je eigenlijk iets stimuleert wat helemaal indruist tegen de goddelijke harmonie zoals God wil dat wij met de aarde omgaan. Dus het is niet een investering in liefde. Dan kun je zeggen van ja, maar ik heb het geld niet ervoor. Dat is onzin. Want ja, nu, ik realiseer me, dat is iets heel gevaarlijks wat ik nu zeg. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat als wij gaan leven zoals God heeft bedoeld en gaan keuzes gaan maken in geloven, dan moet je echt stapje voor stapje doen, maar dan gaat de zegen van God erover komen. Want jij gaat stappen in het plan van God. En in het plan van God is geen tekort. En dan zal God gaan voorzien, want jij gaat in iets moois zaaien en dat betekent ook dat je iets moois gaat oogsten. Hè? En je stapt in een proces en je zaait in het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God, daar is geen armoede in. In het koninkrijk van God is geen gebrek. Dus op het moment dat jij gaat zaaien in iets heel moois, dan zul je gaan merken dat God dat gaat aanvullen. En dat is eigenlijk het principe van geeft en er zal gegeven worden. Het is niet zomaar lukraak geven. Nee, het is het bewust worden van de energie, van de liefdesenergie van geld. Dus het gaat ook om hoe geef je en waar geef je aan. Welk productieproces, welke personen, welke organisaties, welke processen op aarde ga jij inzaaien met jouw geldbesteding. En dat betreft echt alles. Of het nou gaat om het kopen van een auto, een fiets of kleding. En ik ben me ervan bewust dat ik nog heel veel andere keuzes ook kan maken. Maar het is, je kunt niet van de een op de andere dag in één keer alles omgooien. Maar wat ik eigenlijk met het onderwijs doe, is jou prikkelen. Jou prikkelen om bewuster te gaan worden, om op een andere manier naar geld te gaan kijken en het niet meer te gaan zien als een ruilmiddel, zonder bij na te denken van, oh, ik wil dat hebben, dan ga ik dat maar kopen, hoe kom ik aan geld? Nee, ga eens denken van, is dat wat jij gaat kopen? Is dat wel goed voor jou? En het proces wat eraan vooraf is gegaan, in dat ding wat jij wil hebben, is dat wel oké? Klopt die energie wel? Is dat wel een stroom van liefde waar jij eigenlijk je aan wil verbinden? Want lust, van ik wil dat zo snel mogelijk voor mezelf. Dat is daardoor is de wereld zo geworden zoals die geworden is. Daardoor hebben wij een consumptiemaatschappij gecreëerd, waarbij het steeds meer moet en sneller moet. En het moet er steeds mooier uitzien, maar dat gaat ten koste van alles. Het gaat ten koste van het milieu, het gaat ten koste van mensenrechten, het gaat ten koste van de gezondheid van mensen. Het gaat eigenlijk ten koste van alles. Als het er maar mooi uitziet. Als ik maar tijdelijk eventjes een happy gevoel heb, omdat ik iets heb wat ik zo graag wil hebben. Maar dan geldt ook het hebben van een zaak is het einde van het vermaak. Dat geldt heel vaak omdat alles wat ego gericht is, dat bevredigt niet. Dan bevredigt dat heel eventjes en dan moet je weer iets nieuws. Maar als je geld gaat gebruiken waarvoor het bedoeld is, vanuit het koninkrijk van God. Dus als jij met de beschikbare energie, dat jij mooie dingen gaat creëren, dat jij gaat investeren in
hele bewuste keuzes gaat maken. En je kunt beter minder vlees eten en dan biologisch. Hè, dan iedere dag vlees en van een plofkip wat op een verschrikkelijke manier tot stand is gekomen. En door daarin hele bewuste keuzes te maken, ga je merken dat je zelf in een ander energieveld terechtkomt. En daar is waar het over gaat. Hè, het gaat, want jij stapt dan steeds meer in het Koninkrijk van God. Jij creëert je eigen paradijs. En je bent niet verantwoordelijk wat je buurman doet of andere mensen doen. Maar God die zorgt er eigenlijk voor dat als steeds meer mensen dat gaan doen, dan gaat er een veranderingsproces beginnen van binnenuit. Want daar moet het gebeuren. Want als het niet van binnenuit gebeurt, als het van buitenaf iets wordt opgelegd, dan zal het nooit stand houden. Want ons ego, ons vlees blijft altijd het destructieve weer creëren. Maar als wij van binnenuit in een bewustwordingsproces gaan komen en gaan beseffen dat geld wat God ons ter beschikking heeft gesteld, dat het niet een ruilmiddel is om de dingen te kopen die wij graag willen hebben, maar dat het een heilig zaad is wat wij van God hebben gekregen om daarin in alles wat wij uitgeven, om daarin een positieve energie te geven aan prachtige processen om ons heen. Want we kunnen keuzes maken. Alles wat je koopt, daar heb je een keuze in. Ook kleding. Je kunt met de mode meegaan. Je kunt je ook afvragen van, ja, is deze kleding, heb ik het wel echt nodig? Maar ook, hoe is deze kleding gefabriceerd? En nou snap ik wel dat je kunt niet overal induiken, maar het is een bewustwordingsproces. En in dat bewustwordingsproces gaat de Heilige Geest jou ook leiden. En dat gaat heel ver. Het is een totaal andere manier van denken. En op het moment dat je op die manier gaat denken en je gaat geld zien als heilig zaad, waarbij jij eigenlijk kunt investeren, kunt zaaien in het Koninkrijk van God bij alles wat je koopt, door de juiste keuze te maken, door in de juiste productieprocessen te gaan investeren, dan gaan we, en mensen gaan dat massaal doen, dan gaan we op een gegeven moment naar een niveau toe waarop het geld helemaal niet meer nodig is. Want als we allemaal vanuit die liefdeshouding gaan leven, dan gaat het geld als ruilmiddel steeds minder waarde krijgen, omdat we gewoon allemaal het verlangen hebben om mooie processen te stimuleren. En dan gaan we naar een tijd toe dat het geld helemaal verdwijnt en het gewoon niet meer nodig is, omdat we gaan leven op basis van liefde en vertrouwen. Maar ik geloof dat de weg daar naartoe, die tussenfase, dat begint bij een bewustwordingsproces, dat wij ons gaan realiseren dat geld geen ruilmiddel is, van ik heb iets nodig en daar moet ik iets tegenover stellen. Dat zal voorlopig nog zo zijn, maar het begint met een mindset, het begint met een andere bewustwording, dat geld een middel is om het Koninkrijk van God te bouwen, om in mooie processen te investeren, door de juiste keuzes te maken in jouw leven. Ik denk dat het een heel ander denkwijze is als wat jij ooit hebt gehoord. Of misschien heb je wel flarden gehoord en gerealiseerd van in bepaalde deelgebieden, maar het omvat alles. Elk dubbeltje, alles wat je uitgeeft, alles wat je koopt, daarmee verbind jij je mee, energetisch. En dat is zaad waarbij je ook zult oogsten. Dus nu heb je misschien ook wel gelijk door waarom er een hoop dingen niet kloppen in je leven. Omdat je gewoon verkeerde keuzes maakt in jouw gelduitgaven. En dan kun je net zo lang bidden tot je een ons weegt. Hè, maar als je op andere vlakken gewoon niet bezig bent met de principes van het Koninkrijk van God, dan gaat het ook niet werken. Dus ik bid dat deze inzichten iets in gang gaan brengen. En ik snap dat het even misschien jou helemaal ondersteboven gooit, omdat het zo niet bekend is, deze denkwijze, en het ook niet gepredikt wordt in kerken. Want ook daar wordt vaak heel met een tunnelvisie gepredikt over geld.
Meer van hoe kan ik voorspoedig worden? Hoe kan ik met goddelijke principes toe te passen rijk worden? Als je die prosperity preaching, de business, christelijke business, maar ook andere ministries die heel erg hameren op het geven van tienden en het geven van offers. Want dan zal de hemel sluizen opengaan en zal God jou zegenen. Ja, waartoe? Dat je nog meer troep gaat kopen? Als dit niet erbij wordt gepredikt, dat het niet gaat om dat ik zoveel mogelijk geld heb, dat ik zoveel mogelijk dingen kan kopen die ik wil. Maar als we ons niet realiseren dat wat ik koop, dat ik daarmee net zoveel bederf kan stichten. Als ze stellen dat ik geef tiende en ik krijg daardoor meer terug en ik ga daardoor allerlei troep kopen in mijn leven, dan spreid ik meer ellende, dan verspreid ik meer bederf doordat ik mijn geld op een verkeerde manier weer terug in de wereld zaai, dan dat ik mijn tiende geef. Dus het totaalplaatje is zo belangrijk dat onderwezen wordt. Dat is nog veel belangrijker dan het geven van tiende, is dat jij jouw persoonlijk geld gaat investeren in mooie goddelijke processen. Dat je bij alles wat je nadenkt, wat je koopt, dat je gaat nadenken, dat je gaat bidden van Heer, investeer ik nu in een mooi proces, bouw ik nu mee aan uw koninkrijk. Ik bid dat de Heilige Geest dit verder in jouw hart gaat uitwerken en ik bid ook dat mensen deze boodschap verder gaan uitdragen. In je eigen kerk, in je eigen gemeente, dat je het gaat delen. Want dit is een boodschap die de wereld over moet. Want dit gaat ons brengen naar een nieuwe wereld. Ik ga eindigen met een zegen. Hemelse Vader, ik wil u danken. Heer, dat u ons denken wilt transformeren. Heer, ons denken. Heer, met betrekking tot geld. Heer, want u heeft zelf gezegd, geldzucht is de wortel van alle kwaad. En dat is precies wat we wereldwijd zien gebeuren. Heer, en de enige manier om hieruit te komen is geld op een totaal andere manier te gaan inzetten in ons leven. Waartoe het bedoeld is, vanuit liefde, als heilig zaad, om iets moois te creëren in uw koninkrijk, vanuit goddelijke principes, vanuit liefde. Heer, en ik bid, Heer, dat dit onderwijs, Heer, deze goddelijke principes, Heer, gewoon wereldwijd onderwezen gaan worden, Heer, wereldwijd toegepast gaan worden, Heer, opdat we van binnenuit een nieuwe wereld gaan creëren, die niet meer gebaseerd is op geldzucht, op meer, op macht, Heer, maar op dienstbaarheid, op een met elkaar bouwen aan een mooie, liefdevolle wereld, waarin u centraal staat, met liefde voor de natuur, met liefde voor de schepping, met liefde voor onze naasten en met liefde voor onszelf. Dank u, Jezus, Heer, dat u met nieuw goddelijk onderwijs komt, die ons gaat helpen om naar een hele nieuwe wereld te gaan, in Jezus' naam. Amen. God zegen. Like de video. Deel de video. En als je de video niet deelt, deel deze goddelijke principes in je eigen kringen. Ga er eens mee aan de slag. Gooi ze een knuppel in het hoenderhok. Prikkel mensen eens om een andere manier erover na te denken. En je mag deze video daarvoor gebruiken. Je mag natuurlijk ook zelf gewoon daar eigen woorden aan geven. Maar ik geloof, het gaat ook niet om mij. Ik geloof dat dit een boodschap is die de wereld over gaat. En ik denk ook, en ik ben ervan overtuigd dat God ook meerdere mensen gaat inspireren de komende tijd om soortgelijke boodschappen te brengen. Want ik voel dat dit een openbaring is waar de wereld nu rijp voor is, wat we nu nodig hebben om ons te ontdoen van de lust en het ego en de geldzucht. En dat we geld op een totaal nieuwe geestelijke manier gaan gebruiken in ons leven wereldwijd. Ik zegen je in Jezus' naam. Amen.